De agressie op het Stratum Zeind moet op de landelijke politieke agenda komen. Dat vinden de kroegbazen van de uitgaansstraat. Volgens hen krijgen de portiers en de horecaondernemers de schuld als er iets misgaat. En dat moet veranderen. Maar ja, een motor zonder olie, dat gaat vastlopen. En het lijkt erop alsof er op dit moment in het Eindhovense, zo hier en daar rondom de uitgaanssituatie, rondom het Stratum Zeind, dingen wat aan het vastlopen zijn. Dus misschien is het nodig dat iemand de olie is peilt en daar eens wat naar kijkt. Santé en Players moeten een aantal weekenden de deuren eerder sluiten, omdat hun portiers volgens burgemeester Van Gijzel buitensporig geweld hebben gebruikt. We hebben afgesproken als er echt excessief geweld is door de portiers, dan wel door de eigenaren, en dat gebeurt soms, dan staat daar gewoon een straf op. En dat is destijds besproken, ook in de convenant vastgelegd, ligt in het beleid van de burgemeester. En daar houd ik mij ook aan. Ik doe dat ook altijd op basis van rapporten van politie die het onder ede rapport hebben opgemaakt. Dus daarover kan geen twijfel bestaan en ik ga er ook geen seconde van afwijken. De maatregel van Van Gijzel kan maar op weinig sympathie rekenen van de betrokkenen. Ga kijken hoe je de dingen oplost. Geef degene die het betreft op zijn sodemieter, straf hem, pak hem aan. Maar het lijkt wel of hij op een of andere manier elke keer zijn tanden moet laten zien en zich moet manifesteren als ik ben een strenge en rechtvaardige burgemeester. Nou, streng wel, rechtvaardig niet. Bert Kabel, de advocaat van Players, dient vandaag bij de rechtbank van Den Bosch het verzoek in om de maatregel van Van Gijzel te herzien. Volgens hem schort het namelijk aan het toepassen van hoor en wederhoor. Op het moment dat er een incident plaatsvindt bij een horecagelegenheid waarbij een portier, maar dat kunnen ook andere mensen zijn, betrokken zijn, vind ik dat de politie op dat moment grondig onderzoek moet doen en in ieder geval alle betrokkenen moet horen. De portiers, de vechtenden, wellicht de horecaondernemer. En aan de hand daarvan maak je een dossier op en dan ga je een oordeel geven over moeten we nu actie ondernemen of niet. En dat is in deze zaak niet gebeurd, er is alleen volstaan met het analyseren van camerabeelden. De advocaat van Players verwacht dat de rechter de zaak niet op korte termijn in behandeling kan nemen. Maar de eigenaar van Players merkt nu al dat klanten wegblijven.